Dag Margriet. Dag Robert. Je hebt een prijs uitgeloofd, althans de stichting, voor het beste liedje. Ja. Dus het is even leuk te melden dat de jury hier is om de solisten te beoordelen. Maar dat jij inderdaad nu eens het liedje er komt uitpikken. Ja, de stichting Kodamus wil mensen die eigen werk schrijven en ook brengen, maar ook bijvoorbeeld nieuwe originele composities zingen, belonen, duwtje in de rug, ja. Een steuntje in de rug. Waar hebben jullie op gelet? We hebben gelet op originaliteit en hoe een liedje in elkaar zit en of het te mooi klinkt. Dit is een trofee, een bord, een tinnen bord als herinnering. Ja, en wie krijgt die? Nou, dat zal ik dan maar zeggen. Die prijs gaat naar Harry van den Berg met het nummer There Will Always Be a Rainbow. Harry van den Berg! Dankjewel. Dit is natuurlijk voor mij het mooiste wat me kon overkomen in dit songfestival. Ja. Nou, Margriet, je hoort het. Nou, Harry, ik moet erbij zeggen, wij vonden zowel de melodie heel erg mooi als de tekst, en vooral ook de tekst sprak ons heel erg aan, omdat je daarin ook tot uitdrukking brengt, samen met jouw tekstschrijver, dat je een beetje zorgen maakt over het milieu. En dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. En als het even nog gezongen wordt, ook vinden we dat extra leuk. Prima. Hartelijk dank. Je bord ook nog, de check. 1000 gulden. Dat is een geweldige bord. Plus een zoen van mij. En dankjewel Margriet Markering voor deze prachtige uitreiking. We gaan kijken naar een stukje van Harry uit de eerste halve finale. There will always be a rainbow. Daar is hij nog een keer. You may swing a club at heels. Like it's the only thing you know. You may cut down all the trees. But you can never, never fell a rainbow. Like a thief in the middle of the night, you can dump your nuclear waste, but you'll never have the right to destroy the human race. Oh, we want the ocean kept clean. We want the Thank you.